Vandaag ontgrendel ik de laatste 3 Spongebob skins. Ik krijg Octo uit de Brawl Pass. Ik koop Plankton uit een mega deal. En dit is ook gelijk de duurste deal die ik ooit gezien heb. En de laatste, de belangrijkste van allemaal, Spongebob zelf, ja! Ik ben daar klaar voor! Deze hebben we als club echt bijna vrijgespeeld. En mensen lopen te smeken dat ik dan wat cash ga kopen. Komt goed, Jurre. Komt goed. En weet je wat ik ook bijna heb? Alle power-ups. Moet je kijken, ik moet er nog 1. Nou, oké, klik je deze aan en boem, klaar. Dan heb ik ze allemaal. Een grote bult stront. Mooi. Krijg ik nu ook iets? Iets van een cadeautje, omdat ik ze allemaal heb? Nee? Oké. Dan niet, joh. De challenge van vandaag is simpel. Ik moet een potje winnen met alle Spongebob skins. En ja, dat betekent ook Tik van level 30. Een solo potje winnen met Tik. En ik ga deze challenge beginnen met Patrick, oftewel Buzz. Ik denk ook dat dit een van de makkelijkste is, omdat Buzz natuurlijk best wel heel goed is. Ja, blijf daar staan, blijf staan. Ik laat mooi mijn super op. Dit stop, dit stop. Hij heeft niks door. Ah, hij heeft het wel door. Oppassen nou, oppassen nou. Weg, weg, wees in. Au, 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 au. Yo, dit is zo chill een bus. Je kan al die bosjes kennen. Ik bedoel Patrick. Dit is Patrick. Dit is geen bus meer. Dit is Patrick. Oh, oh, oh. Kom maar. Ja, hier komen. Come on, baby. Wat? Wat gebeurt er? Wat gebeurt er? Wat gebeurt er? Ah, nee, hij bestuurt me. Nee, ik ga niet het gif in. Niet het gif in. Niet het gif in. Niet het gif in. En ik ben dood, hè. Ik ben dood, hè. Oh, ik heb hem. Woe! Oké, we one hit. We one hit. Ga ik het eerste potje gelijk winnen? Patrick, jij kan dit. Jij kan dit. Oh, daar komt Henk. Daar komt Henk. Henk, jij bent van mij. Henk, kom hier. Hier komt Henk. Oh, nee. Bro, bro. Hij killt me. Ik word gekild door Henk. Ik word gekild door Henk. Door Henk. Oh, er zit iemand. Er zit iemand. Ik weet het. Ja, haha. Yo, bus is zo ongelooflijk goed. Nee, ik ben Patrick. Oh, vecht het uit bij elkaar. Vecht het uit bij elkaar. Ja, ja, ja. Kijk, en nu ben ik. Nu ben ik. Nu ben ik. Nu ben ik. Nu ben ik, bro. Ja. Kaboom, baby. Let's go. Win 1 in het zakje. En weet je wat? Ik ga gelijk even wat cash claimen, omdat ik nog zoveel kan claimen. En dan denk ik dat we zometeen oprecht al bijna die Spongebob skin kunnen claimen. Hier, boom. 500 cash erbij. Lekker, man. Dan is er nog een gratis aanbieding van 1000 cash. Yo. Paf. Dat tikt aan. Mooi, man. En weet je wat? Ik koop gelijk even wat kostige cash erbij. Hier is 2500. Weet je wat? We doen er nog even 2500. Hebben wij hem al te pakken? Ja, let's go! Alsjeblieft, Jurre. Hier. En natuurlijk ga ik gelijk met Spongebob spelen. Let's go, man. Ik denk alleen wel dat dit een heel moeilijk potje gaat worden. Omdat El Primo echt gewoon niet goed is op deze map. Deze map is veel te open. En hier, ik word gelijk onder druk gezet. Ik moet vluchten. Ah, weg hier, weg hier, weg hier, weg hier. Dit is niet goed, dit is niet goed, dit is niet goed. Oké, weet je wat? Ik mag dan wel een hele gespierde Spongebob zijn. Maar ik ga hier heel bang in het bosje zitten. Want ik kan niks. Er zijn in totaal 6 Spongebob skins. Oh, hij is maar door. Ja, ja. Boom! Nee! Hoe heeft hij? Hoe had die... Er zijn in totaal 6 Spongebob skins in de game. Dus ik moet ook 6 potjes winnen. Oh, en deze pak ik, die pak ik. Haha, ik ben gretig. Ik ben gretig. Deze challenge lijkt best wel makkelijk, maar ik denk dus dat die echt heel erg moeilijk is. Want deze map is gewoon bijna niet te doen. Ik heb trouwens wel mijn gadget, die kan ik gebruiken. Oké, weet je wat? Ik ga wat meer druk zetten, zodat mijn super ook oplaadt. Want als ik geraakt word, dan laat mijn super op. Oh nee, dan gaat mijn cover in het midden. Alle cover in het midden weg. Dat is heel dom van mij. Heel dom idee. Oké, hit me maar, hit me maar. Ik vind het prima. Je mag me lekker hitten. Dan heb ik mijn super te pakken. Raak me, raak me, raak me, raak me. Kom op, raak me. Oké, ik ben geraakt. Ik ben heel hard geraakt. Raak me maar niet meer, raak me niet meer. Oh, snel hier, snel hier. Nu wacht op de showdown. Vecht het uit met elkaar. Ja, ja bro. Ja bro. Dit moet hem worden, dit moet hem worden. Nee, hij gaat vliegen. Tuurlijk gaat hij vliegen. Dit meen je niet, dit meen je niet, dit meen je niet, dit meen je niet, dit meen je niet. Meen je niet. Ik ga dood eigenlijk. Oh. Ik was zo dichtbij. Nee. Ja, ik ben dood, tuurlijk. Jongen, jongen. Oké, mensen, dit moet hem worden. Dit ziet er goed uit. Oké, ik heb bijna mijn super, bijna mijn super. Kom op, ik moet iemand raken. Raak iemand. Ja, je mag me raken. Kom op, raak me maar, raak me maar. Goed, kom op, nog 1 hit, nog 1 hit. Goed, yes, ik heb mijn super, ik heb mijn super. Dit is heel nice, dit is heel nice. Bro, hoe ga ik dit doen, hoe ga ik dit doen? Ik wil niet weer de third party zijn. Want niemand valt elkaar aan, wat gebeurt hier, wat gebeurt hier? Weet je wat, ik kill ze gewoon beide. Boeien. 1 en 2. Kom op, nu moet het gebeuren. Bro, als het nu niet gebeurt, als het nu niet gebeurt, als het nu niet gebeurt. Ga dood, ga dood. Sterf, 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 sterf. Oh, hoe leeft hij nog? Hoe leeft hij nog? En ik heb hem. Oh, oh, oh. Wat gebeurde hier? Dit meen je niet. Dit meen je niet. Dan ging ik alweer bijna dood. Hè, de win met Spongebob is binnen. Ik ga gelijk door met Sandy. Want ik moet nog 4 potjes winnen in totaal. En als ik nu win, dan speel ik Octo vrij. Daar gaan we voor. Ja, normaal gesproken kan ik nooit heel goed spelen met Jessie. Ik weet niet waarom. Maar op deze map denk ik wel dat het aardig goed moet lukken. Dus we gaan het gewoon proberen. Waarom ben ik nou weer zo agressief, bro? Ik speel niet meer El Primo. Ik speel met een long... Even wennen. Ja, pak die kill. Die moet ik hebben. Die moet ik hebben. En daar een tik. Oeh, die tik moet ik ook hebben. Nee, nee. Die tik mag me niet killen. Die tik mag me niet killen. Bro, 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 bro. Weg, 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 weg. Oeh, en ik heb mijn super. Die wil ik sowieso in het midden zetten. Weet je wat? Dat gaan we gelijk even doen. Kaboom. En het is al showdown. Kom op, Draco. Kom op, Draco. Jij en ik, Draco. Hij kan geen kant op. Hij kan geen kant op. Ik heb hem al. Oh. Yo, tweede potje. Easy win, man. We hebben nu 3 wins. Nog 3 te gaan met Octo, Plankton en natuurlijk Meneer Krabs. Oftewel, tik. Op level 30. Maar eerst gaan we Octo even vrij spelen. Even 2 stappen skippen. En waar staat hij nou? Ik krijg hem hier onder, toch? Ja, kijk. Hier, daar is hij al. Ja hoor. Er zijn 3 uitvoeringen van deze skin. Maar die speel ik later nog wel vrij. Ik heb in ieder geval Octo's te pakken. En de volgende, oftewel de laatste Spongebob skin, is natuurlijk Plankton. Voor 12.000 cash. Au. En daar gaan we dan. Een potje spelen met Octo. En ik dacht dus dat hij een bazooka op zijn schouder had. Maar dat is een klarinet. Echt, dat ben ik wel lekker scherp vandaag. Ongelooflijk. Maar hé, laten we eerlijk zijn. Dit is toch meer een bazooka dan een klarinet, jongens. Kom op even. Ik denk in ieder geval dat met Mortis winnen best wel lastig gaat worden. Een beetje hetzelfde als met El Primo. Alleen kan ik nu wel heel snel over de map heen bewegen. En dat is wel weer heel erg chill. Oh, oh nee. Ga weg, ga weg, ga weg. Ga weg, bro. Ga weg, bro. Instant dood. Kom op. Hier, ik sla met mijn klarinet. Huppakee, die is dood. Ja, ja. Brok even niet door. Boom, die is dood. Let's go. Wat doet deze gadget eigenlijk? Snel. Oh nee. Oh, oh. Oh, oké. Okay. Ik schrok, ik schrok. Dat ging weer super. Dit is heel dom, heel dom. Oké, okay, kom op. Ik zet mijn gadget aan. En dan gaan we dan 1, 2. Oh, maar 1, joh. Die Shelly heeft maar 1. Nee. Tuurlijk ga ik dood. Tuurlijk ga ik dood. Wordt hij geoond door een Shelly met 1 krachtpunt. El Primo. Kom hier, El Primo. Die is mij. Ja, deze pak ik ook gelijk. Kom op, die erop. Ja, kom op. Kill hem. Oh, yes, ik heb hem net. Oh, wat nice. Oh, de vecht, oh, ze vecht hier, ze vecht hier. Ik moet me ermee bemoeien, ik moet me ermee bemoeien. Ik ga me ermee bemoeien. En dit wordt een finishing kill. Let's go! Ja, die was wel heel makkelijk. Oké, ik had verwacht dat Octo best lastig zou worden. Maar gelukkig viel dat mee, in tegenstelling tot Tik. Ja, ik moet nu met Meneer Krabs winnen. En dan mag ik Plankton eindelijk kopen. Ja, maar eerlijk, dit is toch niet te doen. Mijn tik is rang 30. Maar hé, ik moet stoppen met klagen. Want ten eerste, ik speel met Meneer Krabs. En kijk hoe cool die is. Ik schiet met geld. Yeah. En ten tweede, deze map is denk ik best wel goed voor tik. Omdat die best wel open is. Ik heb vandaag ook al wat meerdere tics zien rondlopen. Alleen het nadeel is, dit is op rang 30. Oh, kijk hier. Dus daar ga ik al. Daar ga ik al. Bro, bro, bro. Oh, stop, 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 stop. Oh. Oh, hij saved me. Waarom saved hij mij? Er zijn nu nog maar 5 mensen. Oh, nee toch niet. Oké, ik begin gelijk kans te maken, joh. Als ik dit in 1 keer kan winnen. Als ik dit in 1 keer win. Oh nee, nu moet ik oppassen, nu moet ik oppassen. Ah, tuurlijk komt hij eraan. Weg, 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 weg. Ik loop weg. Oh, laat ze... Oh, het is een kid, het is een kid. En het is... Oh, ja, het is klaar. Oké, gelijk 2e. Wat? Het is op rang 30, hè? Oké, dat is ziek. Dit is echt heel ziek. Dit geeft me hoop. Oh nee, oh nee, oh nee, oh nee, oh nee. Ik ben de lul, ik ben de lul, ik ben de lul, ik ben de lul, ik ben de lul. Hij zit... Oh, daar zit hij al... Ja, ik ben dood. Hartstikke dood. Ja, kijk, en nu gaat er ineens niemand dood in het potje. Oei, daar gaan 9 trofeeën. Au, au, au. Ja, ik denk dat ik wel even bezig ben met Meneer Krabs. Oh, waarom ben ik deze challenge ook aangegaan? Kom op, we moeten dit winnen. Ja, ik heb mijn super. Ik heb mijn super te pakken. Let's go. Oké, nu chillen. Nu heel hard chillen. Ik ga het proberen. Ik ga het risico aan. Ik ga volledig in het midden staan. Ik ga bommen werpen op iedereen. En we zien het wel. We zien het wel. Hier gaat ook bijna niemand dood. Gaat bijna niemand dood. Er komt weer iemand. Ik moet oppassen voor iedereen. Oeh, hij gaat dood. En hij is dood. Ja, kill hem ook. Kill hem ook. Alsjeblieft, alsjeblieft. Oh, die gooien we er vast op. Nee! Oh nee, ik ben een lul. Ik ben letterlijk de lul. Ja, hier, ik ben... Wat kan ik hier tegen doen? Wat kan ik hier tegen doen, bro? Nee! 10 trofeeën. Oh. Klik erop. Ik ben zo klaar me. Echt uit de bosjes komen ze hoppen. Ik ben alweer 10e, man. Alweer. Onder 800 trofeeën. Bro, dit is zo zonde. Wat had ik ook verwacht. Oh. Ja, echt. Jongen, jongen, jongen. Tuurlijk. Hier, dan komen ze weer op mij. 2 shots. 2! Dit meen je niet, bro! Dit is toch insane! Dit is onmogelijk, man! Die gast heeft waarschijnlijk... Ja, kijk wat hij heeft. En hij heeft zijn super. Hij heeft zijn super ook, bro. Weet je wat? Ik kap er mee. Ik kap er oprecht mee. Ik geef op. Ik geef op. Ik doe dit niet vaak. Ik deed laatst toevallig ook al in mijn video. Maar dat komt omdat mijn challenges onmogelijk zijn. Ik zit hier oprecht al 1,5 uur te blokken om te winnen met tik. Ik zit bijna onder de 700 trofeeën. Ik had 850 voordat ik begon. Ik ben er klaar mee. Ik kan het gewoon niet. Ja, ik moet gewoon opgeven, ja. Weet je wat? Ik doe nog 1 potje. Nog eentje om het af te lichten. Oké, nou, mooi mee af te sluiten. Weet je wat? Ik heb wel een troostprijsje verdiend. Want ik zit precies op 700 trofee. Dit is echt om te janken. Ik ga hem dan kopen. De nieuwe deal met Plankton. Ja, hier zit een hyperkracht in. 10 willekeurige star drops. De laatste Spongebob skin. Oké, daar gaan we dan. Mijn duurste aankoop in de krokante krab. Daar gaan we. Let's go! Plankton is binnen. En oh, wat ziet hij er vet uit. Ja hoor, en gelijk 10 stardrops. Daar gaan we weer heel snel doorheen klikken. Ik hoop oprecht dat ik wel een beetje geluk ga krijgen. Want ik heb zo net zoveel pech gehad tijdens die games. Ik ben alleen maar gekild. Dus een legendarische stardrop zou ik heel leuk vinden. Kom op alsjeblieft, ik ben zo verdrietig. Ik heb echt 1,5 uur van niks gespeeld. Gewoon weggegooid. Alsnog heb ik opgegeven. Het is zo dom. Kom op, please. Geef me iets. Een mythisch is ook prima. En oh, wat is de hyperkracht alweer? En wat zit erin? Oeh, oeh. Voor Dynamite is sowieso nice. Oké, kijk eens aan. Daar ging al mijn cash. Au. De laatste challenge. Ik moet een potje winnen met Daryl. En als ik deze win, dan mag ik nog iets leuks uitzoeken uit de shop. Let's go. Oh, er staat iemand. Oké, die killen we even. Ja joh, ik ga even weg. 1 en 2. Later. Oké, ik wil deze gelijk het eerste potje winnen. Om iets goed te maken van zo net. Die is dood. Nice, nice, nice. Let's go. Oké, die pakken we snel. Die pakken we snel. Nee, nee, nee. Nee, bro. Nee, nee, bro. Nee, bro. Nee, bro. Oh. Ja, tuurlijk. De hele grap is, ik heb meer trofeeën met Plankton dan met Pig. Oké, nog 3 mensen. Let's go, let's go. Ja, 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 ja. Deze moet ik hebben, deze moet ik hebben. Kom op. Kill die Mortis. Boom, boom. Ja. Oh, zag je die move? En nu heeft hij een probleem. Nu heeft hij een probleem, die Mortis. Let's go! Tweede potje. Oké, er is heel wat goed gemaakt. Wat zullen wij eens uitzoeken uit de shop? Er is op dit moment niet heel veel. Alleen wel een leuke skin. Die vind ik eigenlijk niet zo leuk trouwens. Wat gaan wij eens kopen? Weet je wat? We kopen nog wel wat cash. Ik koop gewoon even 2 van die dingen, joh. Huppakee, let's go. Nog even 5000 cash erbij. Hartstikke mooi. Mensen, bedankt voor het kijken. Dit was een dramatische video. Ik wist dat het moeilijk ging worden met Tik, maar het was onmogelijk. Dus ik zou het heel erg waarderen als je even kan abonneren. Dankjewel. Dat is raar. Volgens mij heb ik me helemaal niet geabonneerd. Check deze video naast je. Bedankt voor het kijken. Tot de volgende keer. Dikke doei. Dikke later.